Bij vliegvereniging de Stix in Keldonk is vandaag een vliegshow. Voor mij staat Piet van der Elven. Hij heeft de Consolation, dat is het eerste transatlantische vliegtuig van de KLM, nagebouwd. En hij gaat dadelijk vliegen. Kunt u wat over dit vliegtuig vertellen? De bijzondere snufjes. Nou, de bijzondere snufjes van deze is, hebben ongeveer 3 jaar aangeboden. Ja? En op ongeveer 3000 uren heb ik erin gestoken en het vliegtuig zelf is helemaal van hout. En ik heb zelf ook nog een tekening van een maatschappij tekening. Ik heb ook een hele winter zitten tekenen om een, ja, toch een tekening te maken om een vliegtuig te kunnen bouwen. Dat heb ik ook in de winter aan tekenen. En toen heb ik hem dus zelf dan in die 3 jaar gebouwd. En hij vliegt. Voor mij wordt het ook een uitdaging met 4 motoren. En hij vliegt eigenlijk. Ja. Hij heeft 4 motoren, dat is het bijzondere eraan, hè? Ja, deze, ja. En dat was voor mij ook een uitdaging. Dus, ja. Maar als, je in, als alles blijft werken en blijft lopen, dan heeft hij echt net uit een andere steun. Ja. Hij vliegt heel goed. Thank you.